Zondag 3 mei werd weer een koolzaartocht georganiseerd onder leiding van Kees Tolk, kenner op het gebied van het Groninger landschap, waaraan circa 50 mensen deelnamen. Wij vroegen Kees Tolk hoe de middag eruit zou zien. Nou, we gaan langs zoveel mogelijk koolzaadvelden, niet alleen in Groningen, niet alleen in het Oldambt, maar ook over de grens, ook in Duitsland. En daar blijkt dat daar behoorlijk veel koolzaad is in gezaaid. We hebben nou het weer niet helemaal mee, maar ik geloof wel dat het aardig in bloei staat. Dus eerst nemen wij een stukje richting Winschoten Hoge Brug. En dan gaan we eigenlijk door het hele vlakke land helemaal binnen door naar Blijham. Het zijn vaak ook weggetjes die u waarschijnlijk normaliter niet neemt. De totale route voerde langs koolzaadvelden in het Oldambt, de Groninger polders, maar ook door de polders over de Duitse grens. Kees Tolk verlevendigde de tocht door het vertellen van talloze anekdotes en achtergronden over het betreffende gebied. Prachtige mooie Magnuskerk, zijn regelmatige orgelconcerten. De kerktoren is van veel later datum. Hij is echt uit de 13e eeuw, uit 1200. Halverwege werd een stop gemaakt bij de oude remise in Bad Nieuweschans. Tijd voor een kopje koffie of thee met een lekker stukje taart. Daarna werd de route vervolgd voor het afsluitende gedeelte door het mooie Oldambt. Terwijl het eerst zo floreerde. Langs deze weg dadelijk zijn ook een paar koolzaadvelden en dan gaan we door Ganzedijk.